en welkom bij een nieuwe vlog. Zoals beloofd, een vlog vandaag over mijn pinborden, de update. En ja, ik ga jullie meenemen, daar komt ie. Mijn Duffy pins. De Cars pins uit de vorige vlog. Krabbel en Babbel, Goofy, Pinboe, Figment, Tombo, Sneeuwwitje. Nou ja, eigenlijk zien jullie het zo wel, denk ik. Rapunzel, mijn favoriete film. Het is een van de favoriete films. Deze natuurlijk ook, Beauty and the Beast. Die ga ik nog in mijn pintas doen. Die heb ik natuurlijk wel een paar vlogs geleden gezien. Die horen natuurlijk bij het kasteel van Beauty and the Beast. Die tas gaat natuurlijk mee naar Disneyland Parijs in december. Allemaal Mickey pins. Deze zijn ook zo leuk. En nu, deze, daar heb ik zo trots op, dat die hebben. Ik heb natuurlijk al een keer een update gedaan over het pinboard, dus jullie weten natuurlijk al wel een beetje. Mocht je hem niet gezien hebben, zoek hem op. Pinboard 2. Halloween pins. Deze zijn ook leuk. Kijk. Die kunnen schuiven. Nou werkt dat niet zo goed als het op het bord zit. Maar wel heel erg leuk. Deze is Glow in the Dark. En deze ook. Een van de favoriete attracties. Nou ja, heb ik er wel veel attracties die ik leuk vind. Maar dat is wel echt een van de favorieten. Mijn kerstpins. Die is zo leuk. Handjes. Missen er nog een paar. Hier missen we er nog één. Deze hebben we compleet. Deze compleet. Deze set is ook compleet. Die heb ik een keer geunboxed. Mocht je het nou niet gezien hebben, zoek hem ook op. Deze, die hebben we natuurlijk unboxed. Alle 1 pins. Pushlijn. Stel hem in. Figment. Fijnomation. Heel leuk. En hier uiteraard. Van alles wat eigenlijk. Disneyland Parijs. Hongkong. Shanghai. Olani, Hongkong, Castaway Cay, de Aquaduck van de Disney Cruise Line, de Disney Store Pin van de opening, Pin Trading, de Grand Opening van Shanghai, dat is een pin op pin. En natuurlijk het bordje met Walt's logo, met de slogan, hè.
Zoals je ziet zijn het twee borden. Ik krijg wel weer nieuwe pins binnen. Dus er komt vast wel weer een nieuwe vlog over. We gaan natuurlijk binnenkort op vakantie. En ja, jullie gaan wel weer een nieuwe vlog zien. En hopelijk vonden jullie dit leuk. Doei!